Ik heb aan mijn vader gevraagd of hij het verhaal wil vertellen over mijn overgrootopa en de Tweede Wereldoorlog. Ik heb aan papa gevraagd of ik nog wat mag weten over de Tweede Wereldoorlog of mijn opa. Ik ben bij mijn buurman geweest en ik vroeg om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden een kruidenierswinkel en dat eten dus, brachten ze dus rond. Ze kwamen ook in huis om de boodschappen af te leveren en ze zagen ook dat heel veel kinderen heel erg honger hadden. Mijn opa die ging in de Tweede Wereldoorlog eten halen voor de hele straat toen hij 16 was. En op een gegeven moment zeiden mensen, sorry, ik heb ook geen geld meer, kan ik de volgende keer betalen? En dat vond de moeder van mijn buurman zo zielig, dat ze ook mensen uitnodigde om zeg maar bij hun te komen eten. En dan kookte ze voor 12, 15 man. Nou, het was de laatste dag van de oorlog. Toen ging ze naar het dorp. Toen toen kwam er een granaat tussenin liggen, tussen het gezin. En een paar liepen denk ik al een beetje naar voren, want sommigen hadden helemaal niks. Maar mijn opa, overgrootopa, die was snel dood. Die kreeg allemaal scherven in zijn hoofd. Toen hij 18 werd, ging hij onderduiken in een huis. Want anders moest hij werken voor de Duitsers. Tegen de Nederlanders. Dus eigenlijk tegen zijn eigen land moest hij dan werken. Mijn vader vertelde dat er onderduikers in de boerderij zeg maar woonden. In het huis van mijn buren was in de Tweede Wereldoorlog 5 mensen waren ondergedoken. Ze waren allemaal Joden. Het waren 2, mijn vader en een moeder en 3 kinderen. Ze waren ook heel gastvrij. Ze hadden er best wel veel, volgens mij. Maar die waren uiteindelijk verraden. Die gingen ze naar een concentratiekamp brengen. Dat ze het allemaal geheim hebben gehouden, dat vind ik ook. Want je kon niemand echt vertrouwen. Je kon niet tegen de buurman zeggen van, ja, ik heb onderduikers. Nu zijn er in onze straat bij dat huis 5 gouden steentjes neergelegd van die mensen. De naam waar ze zijn doorgegaan en zo. En waar ze zijn geboren, hoe oud ze waren. Er kwam op een gegeven moment kwam er ook een man in huis. Hij wou kleding voor de mensen, voor die soldaten die naar Rusland gingen. Mijn buurman's moeder, die haalde alle goede kleding eruit. Legde alle slechte kleding in die la. Dus dan keek ze in die la en nam die alle slechte kleding mee. Hadden ze de goede kleding nog over. Als het bij mij nu zou gebeuren, zou ik het echt heel erg vinden. Als ik nu opeens allemaal brandwonden ook op mijn rug had. En ik zou het al helemaal erg vinden dat mijn vader is overleden en dan mijn moeder ook nog zwaar gewond. In het begin van de oorlog was hij dus gewoon net zo oud als ik ben. En dat vind ik best wel, raar. Want als hij nu bij mij in deze oorlog zou komen, zou ik er helemaal niet op voorbereid zijn. Eerst dacht ik, ik kende eerst niet mensen die ondergedoken waren en die daarin leefde en zo. Tweede Wereldoorlog is ook niet zoiets van, oh ja, de Tweede Wereldoorlog, dat is niet zo belangrijk. Hij heeft het volgens mij niet heel vaak verteld, omdat hij ook alleen woonde zo. Hij heeft eigenlijk volgens mij een hele tijd voor zich gehouden. En ik denk dat hij het wel blij is dat hij het eindelijk weer een keer van kan vertellen. Toen denk ik, man, wat hebben ze toen gedaan? Wat konden ze toen doen? Bijvoorbeeld, ze denk niet buiten gespeeld, maar ze gewoon heet het saai thuis zitten en zo. Eigenlijk wel eng en spannend, want er zijn ook heel veel doden gevallen. Ik vond het wel fijn dat ik had gevraagd, nu weet ik het hele verhaal van mijn opa en van mijn buren, de mensen die ondergedoken waren. En ik vond het wel leuk om te weten, want ja, het is toch wel familie van je. Dan weet je ook hoe het vroeger was. Ik hoop dat meer kinderen het verhaal gaan vragen aan je ouders. Omdat heel veel mensen dan toch meer te weten komen. Dan weten we ook meer over wat er een beetje in Nederland allemaal was. Een oorlog, dat mag nooit meer gebeuren. Ja, je kan meer dingen doen als gewoon vrede is in de wereld. Ik vind dat we dat niet mogen vergeten. Dus ja, ik zou het doen.